Jan Wolkers kon heel erg slecht tegen onrecht. En als er gedemonstreerd kon worden, dan deed hij dat. We hebben hier op de UB het themaprogramma Onderdrukking en Vrijheid. Er zijn allerlei stukken getoond. Maar ik wil het juist hebben over één persoon binnen dat themaprogramma. En dat is Jan Wolkers. We hebben hier in de UB zijn persoonlijk archief. Er zit heel veel in dat inzicht geeft over Jan Wolkers als auteur, als schrijver. Maar dat archief geeft ook inzicht in Jan Wolkers als activist. Nou ja, Wolkers zette zich heel erg af tegen de Vietnamoorlog. Dat was een van de thema's in de jaren 60 in ieder geval, waar hij zich heel erg mee bezig hield. En een van de objecten die ik wil laten zien is een poster gemaakt door, of ontworpen door Jan Wolkers voor het Comité Hulp Bevrijdingsfront Vietnam, waarin hij zich heel erg duidelijk afzet tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam. Nou, en het aardige is, hij maakt niet alleen affiches voor anderen, hij gaat zelf ook de straat op met protestborden en met posters. En één daarvan is een grote foto, een hele grote foto van Ho Chi Minh, de verzetsleider in Vietnam. En dat is een protest op 16 maart 1968. Hij gaat dan de straat op om zo te protesteren tegen de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson, die verantwoordelijk was voor de bombardementen die de jaren voorafgaand aan 1968 plaatsvonden in Vietnam. Dit moment, dat protest en de toeloop naar dat protest beschrijft hij ook in zijn dagboek. En dat is nog weer een andere bron die heel mooi inzicht geeft over Jan Wolkers als activist. En hij schrijft dan bijvoorbeeld: ik sta laat op, erg benauwd, slik een hoop rotzooi. Hij had last van astma. Ga dan het portret van Ho Chi Minh op hardboard plakken. Planken erachter, stok eraan. Ik weet niet hoe ik die tocht moet volbrengen, maar het moet. Dus hij voelt zich niet goed, er staat heel veel wind, maar toch gaat hij de straat op met zo'n enorm bord met Ho Chi Minh erop om te protesteren tegen die Vietnamoorlog. Zo zie je dus dat zo'n schrijversarchief, want dat is het in feite, ook een heel ander inzicht kan geven op Wolkers. Namelijk Wolkers als activist en ook echt als fervent tegenstander van die Vietnamoorlog.